En ik heb mijn volgende gast erbij gehaald. Je kent haar ongetwijfeld wel van de film Brasserie Romantiek en van de serie Met Man en Macht. En we zijn heel blij dat ze vandaag hier is. Sarah Droo, een heel goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, hallo. Zeg, je bent nu hier in een heel andere hoedanigheid, hè? Want je komt vertellen over je theatervoorstelling, namelijk The Marx Sisters. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar mag ik zeggen dat je terug de weg naar je eerste liefde gevonden hebt? Of is dat die weg altijd gebleven en weten wij daar gewoon niks van? Oh, die weg is altijd gebleven. Het theater. Film en televisie zijn eigenlijk meer uitstapjes voor mij. Zoals sommigen misschien wel weten, wij hebben al 25 jaar ons eigen gezelschap, Stan. Met Damiaan de Schrijver, Frank Verkruijsen en Jolente de Keersmaker. Dus daar maken we al 25 jaar. Al 25 jaar? Mag ik dan heel onbeleefd zijn? Elk seizoen nieuwe voorstellingen. Ik zal vragen met welke leeftijd je begonnen bent. Ik ben gewoon na het middelbaar naar het conservatorium gegaan. En 3 jaar later afgestudeerd. Dus op mijn 21ste dan zeker, ja. Oké. Dat is 25. Ja. Nee, altijd... ik ben nog geen 46. Nee. Ik zeg niks. 43 ben ik. En nog altijd met dezelfde mensen waarmee je toen begonnen bent? Of is dat ook al geswitcht geweest? De kern is altijd hetzelfde. Het is te zeggen, Waas Gramser is ooit het gezelschap begonnen. Is vrij snel weggegaan, dan ben ik erbij gekomen. En de laatste 23 jaar, zeg maar, is die kern gebleven. Maar we werken veel met freelancers en mensen die niet vast bij het gezelschap zijn. Af en toe worden. Gastrollen of gastenproducties? Meer dan af en toe. Ja. En dat zorgt voor veel zuurstof en afwisseling en input en nieuwe ideeën. Verandering van spijs doet eten ook, hè? Maar het is ook altijd heel fijn om terug te keren. En terug alles wat iedereen beleefd heeft te verzamelen en weer met ons vieren samen een voorstelling te maken. Nu, de Marx Sisters, met hoeveel spelen jullie dat? Met drie? Ja. Oké. En waar gaat het over? Want het lijkt mij een heel zwaar stuk om te spelen en om te vertalen naar het publiek. Waar heb je dat gehoord? Nee, Marx, dan denk ik geschiedenis, feminisme. Het gaat niet over Karl Marx. Nee. En het is geen documentaire voorstelling. We proberen niet letterlijk of waarheidsgetrouw het leven van die dochters, de dochters van Karl Marx, te evokeren of zo. Dat doen we niet. Dus de mensen die misschien zin hebben om te komen kijken, laat u niet afschrikken door de historische context van het ding. Die hebben we meteen het voordeel de kop ingedrukt. Hè? Ja. Zo. Waar gaat het dan wel over? Waar gaat het wel over? Het gaat over de twee langst levende dochters van Karl Marx. Eigenlijk de enige twee kinderen van de zeven die hem hebben overleefd. Laura en Eleonore. Ja. Die worden gespeeld door Nathalie Broods en mezelf. En die vechten na de dood van hun vader een strijd uit over de nalatenschap, over zijn werk. Veel geld hadden ze niet, dus daar ging het niet over. Maar meer over wat er met dat werk moest gebeuren, met de privébrieven, met het kapitaal waarvan nog niet alle delen helemaal af waren. En, ja. Maar dan kom je toch een stukje in de geschiedenis terecht. Ja, maar dat zijn maar aanleidingen. Het gaat eigenlijk... Willem de Wolf heeft de tekst geschreven, die speelt ook mee. En die heeft het gesprek tussen die twee zussen vooral gefocust op het ideologische verschil. De jongste zus is in de voetsporen van haar vader getreden. Mm-hmm. Dus die is politiek actief geweest in de vakbonden. En de oudste zus woonde in Frankrijk. De familie Marx heeft het grootste deel van zijn tijd doorgebracht in Londen. Die waren in exile, hoe zeg je dat in het Nederlands? Gevlucht. Ja, gevlucht. Verbannen. Verbannen. Dus er was nogal een groot ideologisch verschil tussen die twee zussen. Want die oudste zus, die nam het haar familie erg kwalijk dat ze in zo'n armoede geleefd hadden. Ja. Karl Marx wilde geen broodschrijver zijn. Die wilde zich concentreren op zijn werk en sleet zijn dagen in de bibliotheek. Maar daarmee kwam er geen brood op de plank. En die familie heeft bittere armoede gekend. Ja. Dus dat is de confrontatie eigenlijk een beetje. Het thuis en de wereld, die twee stellingen tegenover elkaar. Ja, en wat maakt dat zo'n interessant stuk voor jullie om te spelen? Waarom hebben jullie gezegd, oké, dit doen we? We hebben ja gezegd op het idee van Willem de Wolf om een tekst te gaan schrijven. En dat had veel te maken, omdat ik vind dat nu ook een dilemma is. Moet je je concentreren op je eigen gezin, je eigen wereld, de straat, de buren? Of moet je een wegbreider zijn en revolutie voeren en... En heel vaak zie je dat die twee dingen niet samengaan. Mensen die echt de wereld
willen verbeteren, die vergeten soms wat er onder hun neus gebeurt. En het andere uiterste, mensen die zich helemaal terugplooien op het thuis zijn, vergeten soms dat de wereld in brand staat. In welk vakje mag ik jou plaatsen als persoon? Ik schets nu een beetje karikaturaal. Ja. Ik denk dat iedereen in de beide thuis wordt. En dat iedereen een ander evenwicht daartussen vindt. Tussen, om het nog karikaturaler te zeggen, shoppen en de wereld verbeteren. Ja. Ja. Shop jij graag of ben je bezig met wereldvrede? Ik voel me altijd schuldig als ik iets nieuws koop. Ja? Ja. Ik heb dat ook. Ik vind dat een groot probleem. Ik zit daar erg mee. Een nieuwe broek. Dan denk ik, ja, ik heb broeken. Ja. En toch vind ik dat ik een nieuwe broek nodig heb. Maar dan heb ik eens in de winkel gevraagd, waar wordt dat gemaakt? Omdat je weet dat veel kleren in Bangladesh gemaakt worden, in fabrieken die instorten. Maar daar heeft niemand eigenlijk een antwoord op. Dus daar ligt voor mij ook nog een te ontginnen gebied, hoor. Want ik denk dat je dat allemaal kan opzoeken op internet, welke merken daar wel rekening mee houden. En welke zus speel je dan, degene die... Ik speel de zus die in de voetsporen van haar vader is getreden. Dus de omgekeerde eigenlijk. Ja, maar dat ben ik ook, hoor. Ah. Hm? Ja, geloof je het niet? Jawel, maar het is me heel... het is allemaal verwarrend, maar... wat mogen de mensen verwachten van het stuk? Is er plaats voor humor? Is er plaats voor een traan? Is er wat? Als ik nu die theaterzaal binnenstap, wat ga ik dan? Hoe ga ik buiten komen? Er is absoluut plaats voor humor. Het is geen deurencomedie, hè? Dus mensen die echt om te lachen komen, of alleen maar die willen lachen. Het is wel een stuk wat je confronteert met je eigen normen en waarden, als het goed is. Maar daarin is er zeker plaats om te lachen. Met onze eigen beperkingen en relativiteit. Ja. Zeker. En we kunnen komen kijken. 22 november, dat is deze zondag in Tessenderlo. En 3 december kunnen we... Ik denk dat het een zaterdag is. Tessenderlo. Dat kan 22, ook, ja. Ja. Wacht, 21. Zijn we nu zondag? Ja. Ja, zaterdag. Ja. Zaterdag dus kunnen we naar die voorstelling gaan kijken, de Marx Sisters. En 3 december, ik zal niet zeggen welke dag het is, maar wel waar het is, dat is in Maastricht. Dus je kan even de grens over, bij ons ook niet zo heel erg ver, om een van die voorstellingen te gaan bijwonen. Meer informatie vind je ook op stand.be, dat is het theatergezelschap die de producties maakt. Hè. Ah ja, mag ik nog zeggen dat het een co-productie is met De Koe? Het toneelgezelschap De Koe. Ja, dat mag je zeggen. Zo. Ga je het zeggen toch? Dat... Ja. Ah, je hebt het gezegd nu. Ik heb het nu gezegd. Moet ik het nog eens zeggen? Nee, maar het mag. Ah ja. Ja? Ja? Nog eens? Zeg het maar. Ja. Het is een co-productie met toneelgezelschap De Koe. Oké, zeer goed. Ja. Zeg maar, theater is één ding. Vind je het jammer dat mensen je vooral van film en tv kennen dan van het theater? Film en televisie hebben een ander bereik. En denk dan zeker televisie. Ik speel over het algemeen in dingen mee die niet zo druk bekeken zijn, heb ik de indruk soms. Maar... Waarom? Ja, omdat ik meer in de arthouse cinema vertoef, denk ik. Wat ik overigens nerig vind, hoor. Maar integendeel, ik heb de luxe om interessante dingen te kunnen kiezen. En of ik dat erg vind... Ik hoop dat toneel altijd zal in zijn waarde zal blijven geschat worden. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarop kan zeggen. Natuurlijk gaan er minder mensen naar toneel dan naar de film. Mm-hmm. Dat is nu eenmaal zo. Ik zal mijn vraag anders stellen. Ja. Helpt film en tv het theater? Want komen mensen niet voor een gezicht of voor een naam? Of ik daar bekend genoeg voor ben, dat weet ik niet. Toen ik jouw foto zag, dacht ik van, oh ja, zij, die ken ik. Oh, dus dat is wel leuk. School. Ja? Maar dat is wel zo. Als je iemand kent, van ziens dan, want we kennen elkaar voor de duidelijkheid niet persoonlijk, nee, dan zou ik geneigder zijn om daar naartoe te gaan dan dat het 4 totaal of 3 totaal vreemde namen op de affiche staan. Dat is mijn ding. Ja, des te beter. Ik heb daar niet zo'n mening over. Waarom, met welke motivatie mensen naar toneel komen. Als ze maar komen. Ja. En... Enfin, zolang mensen wel het onderscheid kunnen maken tussen een film en toneel. Ik ben niet mijn filmpersonages. Nee. Dus dat kan misschien voor verrassingen zorgen, maar ook leuke verrassingen dus. Ik vond het alleszins heel fijn dat hij hier was. Ik ook. En ik wens je veel succes. Dank je. Nu zaterdag in Tessenderlo. Ja. En 3 december in Maastricht. Dat is het. Sarah Droo, dank je wel. Graag gedaan.